Zinkernagel. Het is een bal tussen de palen. Maar in principe zou het in één keer hebben gemoeten. Een minuutje ver bijna in de toegevoegde tijd. Fassikant, maar geraakt niet bij de bal. Opgepikt Bocadi. Goeie voorzet en live is. Ja, ja, 1-0. 1-0 voor Standaard. De twee centrale verdedigers, zal ik maar zeggen, doen het daar. Bocadi voor live is. En hij was echt niet bezig met een goede wedstrijd om het zacht uit te drukken. Allebei de arm omhoog. Het is toch Zinkernagel. En live is weer, maar te zacht. Ja. In de handen van Koeken. En dan ga je je toch beklagen. Het is Heijremans die de vrije trap neemt. Beets kan weer koppen, maar niet tussen de palen deze keer. Ja, iedereen in de eerste zone daar bij KV Mechelen. Lavallee, Beets. Ja, ingestudeerd nummer. Een schietkans voor de captain. En een mooie bal en de lat in de weg. Ah, prachtige trap van Rob Schoofs. Zinkernagel ineens, Ohio is weg. Lavallee nog wel in de buurt, Ohio. Oh, mooie goal is dat. Dat is een heerlijke goal van Ohio. Hij wil graag helemaal doorbreken. Daar is zijn eerste goal van het seizoen. Dat is voor Bodaar. Werd hij niet opzij gezet. Oh, nog een goede parade. En er nog over gekopt. En dat is een duwfout. Ja, dat is een duwfout natuurlijk. Hij ziet er nog gelukkig uit. Noé Dussen. Jonathan Lardot is klaar om deze wedstrijd af te fluiten. Dat is wat hij nu doet. Eindelijk weer gewonnen. Ronnie Deila.